De Van Brienenoordbrug. Dat is een brug. Er is maar... En dit is toch... Er is maar één Michiel de Ruiterbrug. Ja, wat is dat nou? Daar moeten we wel groot op wezen. Zou het misschien zo kunnen wezen dat Anja Keuter en Pieter van Maaren de val van het kabinet Rutte mede veroorzaakten hebben? En hoe zit het met een heftige ruzie tussen onze redactie en het Urker gemeentebestuur? Ja, en dan de duiker onder de Urkerweg. Want wat kost het de gemeente Urk wel niet, zodat ik zo direct met een bootje vanaf Meerhuis onder de Urkerwegduur een knol op kan varen? En waarom een pellet met drokwerk niks te maken heeft met de redactie van het Urkerland? En verder, vakantie, bargen, een roadtrip en Urkers die je overal tegen komen. Ik ben Albert Brouwer. En ik ben Jelle Bakker. En dit is de Urkerland Podcast. Een kabinet te vullen. En Rutte voort. En Rutte voort. Maar wat hebben we ermee te maken dan? Met Urkerland, hè? Nou ja, misschien denk je dat het wel een beetje een te vaar dure docht is. Maar ik denk dat wij als Urk er ook mee te maken hebben. In verband met de vorming van het college van gedeputeerde staten in Flevoland. Nou, die muur, ja. Ja. Nou, er is een belangrijke rol, was er weggelegd natuurlijk voor Anja Keuter namens de BBB en voor Geert Post. SGP. Van de SGP. Pieter van Maaren. En Pieter van Maaren. Burgemeester. Ja, komen we ze direct nog even over te praten. Hè? Maar oké, Pieter van Maaren. En die hebben dus kans gezien om een college te vormen waarin zowel de ChristenUnie, toch wel een beetje progressief, een beetje links, mag ik dat zo zeggen? Ja, dan wel. En de PVV. Nou ja, dat zit toch wel wat maar aan de andere kant. Ja, nou, zoals je allemaal eigenlijk kunnen horen, is door de landelijke ChristenUnie, die ik toch eigenlijk wat anders inschat dan de Urke ChristenUnie, maar is de landelijke, maar ook de top van de ChristenUnie, is er overvul dat in Flevoland de PVV als coalitiepartner, als ik het zo mag nemen, van de ChristenUnie is komen te staan. Nou, dat is even heftig, maar in Flevoland. En ze gewoon zeggen van, oor eens eventjes, wij volgen hoe zeggen koers. En wij hebben, Anja Keuter, wij een prachtig programma. En dan kunnen we ons allemaal in venen. Dus wij gaan van start. En gedeputeerde staten, weet hoe zeggen, Jurie van den Berg, is intussen beëdigd. Ik denk dat ze landelijk docht hebben, wij moeten een statement maken. Wij moeten zorgen dat we landelijk de koers van de ChristenUnie nou eens een keertje stevig neerzetten. Bij Ton den Hooft. Bij Ton den Hooft. En binnen het kabinet. Onmächtig. Nou. Heb je dit zo zelf bedacht, Albert? Of is je dit aan het praat? Nee, dit heb ik zelf bedacht. Dit heb je zelf... Ja, daarom twijfel ik ook. Ja, dat snap Omdat ik zelf bedacht heb. Maar ik denk echt... Het is even varen zacht als goed bedacht. Ik vind het wat, hoor. Zou het? Ik denk dat de ChristenUnie gewoon duidelijk aan willen maken. Dit is onze identiteit. Tjo. Wij gaan niet over de striebenen. Dus. Ja, en het gaat natuurlijk over asiel, hè? PVV, ja, denk aan asiel. Ja. Ja. En het klapt dan ook op asiel. Nou. Tjo. Ja. Nou, had ik nog niet gehoord. We niet mogen anders het woord. Ja. Maar wacht even. Laten wij ons nog maar gewoon houden bij de Urkerpolitiek. Nou, en af en toe dan veroorloven we ons zo'n gedachtenspielerij. Maar het toont wel weer aan, Urk zit overal in. Zo is dat. Urk kom je overal toe. Zo is dat. Jelle, ik wou het deze keer zijn over de wisselwerking tussen ons als redacteuren, als redactie van het Urkerland, en de Urkerpolitiek en de Urkerbestuurders. Zoals de burgemeester en zijn wethouders. En ik wil er ook een stukje verleden eventjes bij pakken. Hoe vind je dat het op dit moment gaat trouwens? Ja, ik vind het eigenlijk toch wel goed gewoon. Er is een afstand aan de ene kant tussen het college en de krant. Aan de andere kant is er ook wel een wederzijds
besef van we hebben elkaar nodig. Ze, jullie, ja, jullie beseffen goed dat ze ons nodig hebben. Maar andersom beseffen wij dat ook. En de, ik wil altijd zeggen, je komt elkaar op werk altijd weer turen. Je kunt een fantastisch scoren, je kunt in zijn glazen niet helemaal ingooien. Maar dan gooi je vooral je eigen glazen mee. Want je komt elkaar even turen. Ja. Dus je kunt mooi, mooi scoren. Wat landelijke media nog wel eens makkelijk doen op werk. Je komt elkaar weer turen, maar ben je elkaar ook nodig? Je bent elkaar zeker nodig, want elkaar weer gun. Een wethouder die, die toch denkt, ja, door een land geef ik net even wat maar teet. Toch even wat maar tekst voor. Er gebeurt iets. Nou, er zijn misschien wel 10 journalisten. Maar hoe zit het dan met onze rol als kritische volger? En moeten we niet het, het stintje wezen in de school van onze werkerbestuurders? Ja, zo moeten we zeker. Dat stintje moet er altijd wezen, maar dat hoeft niet zo'n heel scherp stintje te wezen. Het moet gewoon wel een aanwezig stintje wezen. Maar je kunt ook te scherp wezen, denk ik. Het moet niet leiden tot wantrouwen. Ja. Als je weet wat je aan elkaar rijdt, dat je kan weten van we draaien elkaar geen loer, dat vind ik belangrijk. Ja. En dat mis ik, eerlijk is eerlijk, ik mis dat wel dus bij andere journalisten. Toch te makkelijk voor het effect gewoon. Of te gemakzuchtig. Hè, het vooral aannemen van, nou, het is hurk, het zal wel zus of zo zitten. Terwijl, nij zit altijd nuances. Ja, ja. Ja, we zoeken wat dat betreft toch ook wel een beetje de verbinding, voor zover dat mogelijk is. Maar ja, hebben we ook dossiers waarvan je zegt van ja, dat ligt op dit moment wel even wat moeilijker. Ik denk aan, we hebben wel eens wat telefoontjes gedaan van hoe zit het nou met de kosten van de brogen? De brogen, ja. Ja, de brogen, daar zitten we nou, ik denk dat ik alles op tafel heb nou. Ja, ik weet niet of ze daar heel blij mee binnen met dat verhaal. Dat, wordt, dat schot misschien een zuur verhaal worden in de ogen van de mensen aan de Singel. En ik denk dat het een nodig verhaal is, want er is toch over die brogen. Er is toch zoveel over te doen geweest. Er moest een bouwbord. Het moest, er was al een eerste platenmessel toen er nog niks sting. Elke skiet voor die bruggen is vastgelegd. Die kregen ook op een gegeven moment bruggenrietes. Want die wonen er in de buurt. En ik weet niet wat het is, maar dan gaan mensen die dat dan zien, die denken, nou, dit is fantastisch, er wordt weer wat gebouwd, er zijn dingen in beweging, grote machines. Hè, mannen worden ook soms een beetje een jongetje dan. Maar dat ik op een gegeven moment dacht, er worden elke dag in Nederland brogen neergezet en gebouwd. Nog veel grotere brogen. Hè? De Van Brienenoordbrug, dat is een brogen. Er is maar... En dit is toch... Er is maar één Michiel eruit te brogen. Ja, wat is dat nou? Daar moeten we toch ook groot op wezen. En mensen hebben zich ervoor in de spannen. Haar verheugd hadden natuurlijk. Die hadden een schitterend project. Die, ben, die, die ja. Vanaf het begin ze zegt van... Die brogen die moeten er komen. De dort, de brogen. Nou ja, ja, dat is... Maar laat nou eens een hanger op je pochen. In plaats dat je zelf moet doen. Oh ja. Dat ja. is een beetje een sneuwen van deze brogen. En als en dan vervolgens zou het ook leuk zijn als je kunt pochen op de financiële... Ja. Of hanger. Nou, ik denk dat... Daar gaan wij nog wat leuks over schreven. Nou ja, leuks... Nou ja, leuk. Nee, het is niet leuk. Nee, nee, het is een gigantisch project. Het is ook, ik vind het ook een mooi project, terecht dat je dat zegt. Dat ik me daar ja, ook een beetje op verheug. Omdat ik denk van de ingang van Urk komt er zo direct echt heel erg mooi uit te zien. Die duiker onder de Urker wegduur. Dat wordt natuurlijk, dat wordt zo direct een pracht. Echt, dat wordt een pracht. Voor, enkelt, voor ja, wie? Je moet het niet vragen. Ja, dat vraag ik me ook af. Je moet het niet vragen wat het allemaal de kost heeft. Nee. Want als ik zie het iedere dag gebeuren, wat door aan werk besteed wordt. Ja. Hoeveel teet dat kost, hoeveel materiaal dat kost. Ja. En dat is allemaal in betonnen geheuten. Ja, dat kost een procent. En ja. Dan denk ik van, zodat ik zo direct in een rubberbootje met mijn kleinkinderen naar de kanaal kan varen. Nou, ik hoop het niet. Ik hoop het niet, want wat, er komt iets voorbij tetteren. Je nog haar binnen voor schip en dan kom je aan met je rubberbootje. Of ja. Je kleinkinderen die denken, dan kunnen we wel zo'n Europa. O ja. Nou ja, goed. Genoeg daarover, want... Ja.
Nou, even voor de duidelijkheid, het gaat nou best goed. En ja. Er moet altijd een bepaalde mate van spanning ook wezen. Wij moeten onze rol als kritisch volger van een gemeentebestuur moeten we ook blijven volgen. Ja. En we moeten ze ook kunnen blijven bevragen. Ben ik geen moos en we hoeven nog geen moos te worden. Nee. Als ik nou eventjes 10 jaar terug gewoon in de tijd, dat is toch niet zo erg veel. Pieter van Maren was toen burgemeester. Gerard Post, was een onderhanger, de wethouders. Ik noem die met name omdat er op dat moment natuurlijk binnen de SGP een bult aan de hand was. Ja. Hè, met Jan Hakvoort, die toen, hoe moet ik dat zeggen, een beetje een dissident was. Ja. Nou, toen hebben wij toch een brief van burgemeester en wethouder had. Ja. Dat vergeet ik dus echt. Nee. Dat vergeet ik echt nooit maar. Weet je nog wat het onderwerp was? Nou, ik... Onbestemd gevoel. Onbestemd gevoel, ja. Nou ja, even voor onze luisteraars. Wij waren volgens het college van burgemeester en wethouders op dat moment in één keer een totaal andere koers aan het voeren. Waar wij ons tot Tony van bewust was. Hein? En wij hadden het met name op de burgemeester, op Pieter van Maren hadden we het voorzien. Nou, wij in die brieven kregen en wij een kanger aan de kieker en wij zeggen van, waar hebben ze het over? Ja. En er worden iets van de raken gooien, de dartclub worden erbij gehoord. Ja, er was een Twitterbericht van en daar waren ze dan op. Wat niet waar was. Ja. Maar dat was wel een dieptepunt in de betrekkingen. We hadden gewoon ruzie op dat moment met de gemeente. Ja, dat was, kon je wel ruzie nemen. Ja. En wantrouwen, diep wantrouwen. Ja, ja, zeker. Ze vertrouwden ons voor geen meter. Ja. En onterecht. Ja, dat is... En ook niet snappen hoe journalistiek werkt. Nee. Even voor de duidelijkheid, we hadden ervoor bijvoorbeeld een Seikovening gehad. Die hier als burgemeester wegging. En in het afscheidsinterview wat ik met hem mocht hebben, hadden we nog even ernaar zitten. En toen zegt hij van, Albert, even duidelijk voor wat betreft de rol van de krant. Jullie mogen er wel wat dichter op zitten. Hè. Een beetje kritischer mag ook wel. Nou, misschien ben ik wel een beetje soft. Dat kan wel, maar dat vergeet ik nooit. Van, kan nog wat pittiger. Ja. Hey, en dan nog even wat. In die tijd speelde ook het hele gedoe met het Beregja-college. Ja. En dat was, als je nou praat over ruzie, dat was heftig. Dat was echt heftig. Ja. En daarin moet je ook je rol kennen als krant van hoe kritisch moeten we daarin wezen. Het is ons Beregja. Ja. En dan kan het wel niet helemaal goed gewoon door, hoor. Maar het ging niet helemaal goed met ons Beregja. Ja. Dus jij hebt een grote betrokkenheid bij Beregja. En aan de andere kant moet je ook proberen om... Ja, je moet ook aan de toekomst denken. Ja. En het absolute dieptepunt, als ik dat even mag vertellen, dat was wel dat men op het Beregja, en dan met name de toenmalige directeur, een mevrouw uit IJsselmuiden volgens mij. Ja. Ja. Die had hier... bij de drokkerijen, die bij ons in de Cellendeus gevestigd is, bij GBU dan, hadden ze een bult drokwerk besteld. En wij hadden op een bepaald moment toch wel een artikel in de krant waarin een aantal vragen gesteld worden van, en hoe gaat dat? En, ja. Nou, dat had niet de mucht van mevrouw de directeur. En onze bus die stopt vervolgens bij Beregja met een pallet met drokwerk. En mevrouw de directeur die zegt van, inladen weer die pallet. Wegwezen. Ja. Ik wil niks met dat bedrijf te maken hebben. Toen ben ik vervolgens op audiëntie geweest bij mevrouw de directeur. Ja. En er zat ook de voorzitter van de Raad van Toezicht, een Urker, ja. Die zat erbij. Die overigens niks gezegd had in dat onderhoud. Oh. En ik heb proberen uit te leggen dat ze dat soort zaken toch wel nadrukkelijk van elkaar moeten scharen. Ja. Ik bedoel, jij en hier binnen dit huis aan verschillende geledingen en labels nemen ze dat tegenwoordig. Ja. Maar het Urkland stond daar geheel zelfstandig in. En helemaal de redactie van het Urkland. Want daar zou ik natuurlijk... fijn. Uiteindelijk is de pellen toch weer bij Beregja naar binnen geschuiven. Maar ik...
wijst er wel op van, ja, probeer daarin wel de onafhankelijkheid van de redactie te zien. Ja. Ja. Ben ook wel als een raadslid had die ons opgebeld heeft en zegt het van, weet je wel hoeveel druk waar ik er door ons bedrijf bij jullie gedaan wordt? Ja, nou, dat is hartstikke bedankt. Namens dat deel van het bedrijf, ja, maar daar hebben wij niks mee te maken. Ja, ja, ik word er binnen erg allergisch voor. Op het moment dat mensen denken dat je te koop bent, dan dat vind ik heel erg naar. Ja, nou ja, wat dat betreft. Dus proberen de verbinding te blijven zoeken, maar op het moment dat we kritisch... Ja. Ik begon de vakantie en ik hoorde vorige week nog een verhaaltje over iemand die ergens in Spanje achterom me keek. Want ik denk van, wat hoor ik nou dan? En dat was een Urkers. Nou, dat... Ik vertelde dat toevallig het weekend en mijn zoon die woont in Nijmegen en die zat aan voetbal op de straat bij hem voor de deur. Ongelukkig aan een doodlopen straatje. Met zijn zoontje. Afijn, er komt de bal uit de lucht en hij, zoals een goede Urkse voetballer betaamt, hij stopt die bal, stopt die keurig. En zijn overbuurman die zegt dat zo aan, die zegt, zo, dat doe je netjes. Dus Rick van mij die zegt van, ja, jeugdopleiding van SV Urk, hè. Dus Rick zegt, ja, ik ben een geboren Urker. Nou, toen viel het even stillen. En toen zegt hij, ja, maar mijn roots liggen ook op Urk. Nou, dat gebeurt je dus aan de ballen. Dat je tegenover een kanger woont en dat je genies van een kanger wieten, dat je allebei uit Urk komen. Die jongen, dat bleek dus, ja, nu moet ik even kijken dat ik het goed zeg, hè. Die bleek Frank Touring te eten. En dat is een zoon van Klaasje van Marie, die nog op Urk woont. Dat is zijn oma dus, van Marie, van Klaasje van Jan van Rijer. He, Marie, die was met Frankenmaat trouwd. Nou ja, hoe bedoel je Urke roots? Afijn, ze kinderen gangen nou, ze zijn mozen worden, ze zijn al samen op vakantie geweest en ze fietsen samen. Nou, zo had het dus aan de wallen. Hoezo je buren niet goed kennen? Ja, ik heb het een keer op met Albert Woord. Ik plonsde in een Gronings zwembad in een bungalowpark. Eindelijk even los van al die politiek. En achter mij van de glijbaan duwde eens Albert Woord op. Dat was wel even een moment. En het leuke was op een gang er allebei aankijken, een knikking gaven en aan de kant op zwommen. Van, wij zijn hier niet de West. Ja, want dat is ook zo vreemd. Hè? Op het moment dat je een Urker aan de stuur komt, een Urker word je nog nooit wat met de schaften aan. Ja, ben je moos. En dan plotseling ben je moos. Echt. Ja. Wat ik ook heb, dat is nog harder, dat ik het idee heb dat ik ergens tegen kom. Dan loop ik ergens in een winkelstraat in een vreemde en dan denk ik, ach, en dan komt, hoe heet die ook alweer aan? Dan kan ik bij meeste van die Urkers word je net niet op de naam kunnen komen. Ja. Van die net niet bekende, weet je wel, van die bekende hoofden, maar dat je, gere mensen, dan gooi je alleen etalages kijken. En dan op het moment suprem dat je een kanger bijna het noorder bent en dan kijk je nog een keer en denk je, ja, nou, ik ben Pieter van Orde al toen gekomen. Ik ben Koer van de Vuur toen al toen gekomen. Onder de Eiffeltoren. Ja, dus wat dat betreft... Ja, dat is verschrikkelijk. Nou. Goed, Jelle, begon de zoomer in. Ja. Ja. Mooi zoomerkraan. Het is altijd de term komkommertijd. En nou, we proberen er wel echt op in te haken. Wij willen gewoon niet dat er ineens een aantal kraanten verschijnt waar gewoon geen klap aan is. Oké, jij hebt geen nice, jij hebt geen politiek. Ook gewoon minder algemeen nice, er binnen minder Urkers. Je hebt geen sport. Verenigingsleven ligt op zijn gat. Maar we proberen dat echt te compenseren met mooie zomervrouwen, kuieren, te gast op Urk. We hebben ook deze zomer wel weer verschillende andere rubrieken. Leuk idee. En het is ook wel een beetje een tijd van het jaar dat je echt kunnen... Ja, ruimte veranderen, vooral. Ja, een beetje kruispuul nog, een beetje mooiere verhalen kunnen maken. En daar zetten we toch echt op in. Ik hoop dat het weer lukt. Het is vaak wel skipperen. Maar dat is echt wel onze insteek. Ja, en we bleven de podcast maken. Ja, hè? Het is nou de derde keer dat wij bij elkaar zitten. We hebben een aantal interviewpodcasts gehad. We zijn bezig met diverse andere ideeën. Dus hè, niet twee mannen met elkaar opmerken over het nice. Echt een verhalende podcast. Zit een bultwerk in. Ja. Is voor ons ook
onderzoeken, experimenteren, euvenen. We hadden een beginnetje gemaakt. Nou, dat liep gewoon niet. Dus we gingen erover uit. Aardig leuk. Ja. Dat wel, maar ja, de gebark in zit. Ja, gebark in zit. Nou ja, van de week nog een podcast waarvan ik denk van ja, dat wordt wel indringend ook. Dat mag ook best. Dat hoop ik, ja, dat mag ook best. Nou ja, voorlopig is dit even de resten dus van ons tweetjes. Ja, nog een vakantie. Ja. Ik gewoon volgende week op Frankrijk aan. Fietsen. En kuieren in de bar. Een beetje lezen. En vooral natuurlijk ook van de kinderen. En van de kleinkinderen genieten. Dus ik heb er zin al. Nou. Hoeft niet zo warm te worden eigenlijk. Nee. Is het er vaak warm? Of, Ja, we zitten op een ruim 1000 meter hoogte. En dat scheelt alweer een grote veer dat het wat minder is. Dus dat is wel lekker. Nou, wat ga je doen? Ja, we gaan weer op roadtrip. Dat hebben wij toch de laatste per jaar ontdekt. We zijn een keer naar Spanje geweest, een keer naar Zweden, een keer naar Polen, een keer naar Estland. En we gaan nu midden Europa verkennen. Ik heb nu een mooie route langs Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Oostenrijk. En even in Beieren, een tussenstop. Dus, bleef je dan ook ergens wat langer of is het ook echt... In Slowakije zitten we 4 nachten, dat is het zeg maar het langst. En voor de rest Praag, Boedapest, Wenen zitten we 2-3 nachten. Dus en ja, dat bevalt supergoed. De kinderen vinden het leuk. Dus iedereen mag een beetje een idee in brengen. Want anders dan lopen we enkel de oude karken en de synagogen of en de musea. Want dat is mijn tik vanzelf wel. In voetbal, want ik heel begrepen dat Sparta Praag tussen voetbal. Dus dan moeten we toch even kijken of we daar heen kunnen. Dat is toch ongelooflijk. Maar ik heb er ook zin in. Lekker even wat anders. En ja. Nou ja. Je kunt iedere ochtend inloggen bij het land en kan ik doen? Op ons systeem. Ja, dat kun je doen. Ik gewoon de app groepen uit. Oh, dus, ja dat kan ik weer niet. Nee. Je bent elke ochtend weer even... Ik moet er een beetje bij. Ja. Nou ja, neem het maar zo. Goed. Nou ja, dit was dus een klein beetje een komkommer podcast. Ja, maar een klein beetje een afsluiting ook maken. En voor iedereen die luistert, bedankt jullie daarvoor. En als jullie wat te melden hebben, wel gerust even met de redactie van Turkeland. Yes. En tot gauw. En tot gauw.